Burgemeester Wobine Buijs had woensdag de eer om de nieuwe MSD-fabriek officieel te openen. Veel gasten uit binnen- en buitenland die actief zijn op het gebied van family planning waren daarbij aanwezig. Na jaren van reorganiseren en veel ontslagen bij MSD was het voor bestuursvoorzitter Kees Mens fijn om goed nieuws te kunnen brengen. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je vandaag met heel veel externe mensen stil kan staan bij het feit dat je de afgelopen jaren een kleine 170 miljoen geïnvesteerd hebt, waarvan je nu de nieuwe state-of-the-art Implanon-fabriek opent voor 70 miljoen, dat is prachtig. Het middel Implanon is al een tijd op de markt, maar MSD ziet vooral in ontwikkelingslanden in Afrika en Azië grote mogelijkheden voor het product. Tot voor kort was het erg lastig om in die gebieden voet aan de grond te krijgen. Het is nog steeds natuurlijk het is moeilijk. Het hele logistieke stuk is lastig. Wat met name moet gebeuren ook is het trainen van mensen. Hè, zodat mensen het kunnen gebruiken op een verantwoorde manier. En dat is een van de belangrijkste punten waar we heel veel aandacht aan besteden. En daarvoor wordt dan ook samengewerkt met diverse instellingen op het gebied van family planning. Implanon is een staafje dat in de arm onder de huid wordt gebracht. En dat is kennelijk een goede oplossing voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Het is heel erg geschikt omdat het dus over een lange termijn werkt. Dus je hoeft niet continu naar de voorschrijver of de provider toe te gaan om pillen of wat dan ook te krijgen. Dus je kunt het lange termijn laten zitten. En op het moment dat je graag kinderen wil hebben, dan kun je het heel eenvoudig laten verwijderen. En dan ben je eigenlijk vrij snel kun je weer kinderen krijgen. Dus het is een ideaal product voor die omgeving waar je dus niet continu naar de apotheek toe kunt. En om het middel uiteindelijk echt ingeburgerd te laten raken, heeft MSD dus de hulp nodig van een flink aantal partners. Nou ja, het begint bij dat je voldoende capaciteit moet hebben. Maar ik denk wat enorm belangrijk is, en daarom ben ik ook zo trots vandaag, is dat we met heel veel partijen vandaag samenkomen. Omdat dit echt iets, als je het hebt over beschikbaar hebben van anticonceptie wereldwijd, ja, dat bereik je alleen met partnership. En vandaag hebben we gezien dat heel veel mensen daar een rol in hebben. En ik ben alleen maar blij dat we dat vandaag hier kunnen vieren met de opening van de nieuwe hoogwaardige productielijn. De fabriek van MSD is de enige locatie ter wereld waar de anticonceptiestaafjes worden gemaakt. Ieder jaar worden er in Oss voortaan 10 miljoen geproduceerd.